Onder de straffe regering van keizer Karel de Grote neemt de ontwikkeling van kerk en staat toe. De bewoners van Limbon moeten echter hard werken om een sober bestaan op te bouwen. Ondanks vele ontberingen en tegenspoed in het verleden, blijven wij in grote saamhorigheid streven naar geluk en vrede. Tot op de dag van vandaag. Vlak bij de plek waar in de tijd de eerste houten kerk werd gebouwd, verrees rond 1100 een stenen godshuis, dat lange tijd het beeld van Limmen zou bepalen. Toen, na de reformatie, deze oorspronkelijke Rooms-Katholieke kerk overging in protestantse handen, bouwden de katholieken van Limmen zich een nieuwe kerk, waaromheen zich na 1900 het centrum van Limmen zou vormen en uitbreiden. Eerst met huizen, maar al gauw ook met een school en het Mariaoord, een tehuis voor bejaarden, dat toen nog gesticht genoemd werd. Het rijke Roomse leven manifesteerde zich nadrukkelijk in pastoor Peperkoorn, notabelen en gebouwen. De wereldlijke macht zetelde in het raadhuis, bij de burgemeester en de gemeenteraad, waar je voor bepaalde gelegenheden wel eens naartoe moest, zoals Jaap Valkering bijvoorbeeld. De burgemeester zelf woonde in Nieuw Dampengeest, dat in naam althans de herinnering levend houdt aan de vroegere heerlijkheid Dampengeest, een reeds lang verdwenen buiten, waarvan het thee- en koetshuis tot in deze eeuw nog bestonden. Ook verdwenen is het postkantoor. In die tijd was de bestelling in handen van postbode Buter, een Limmer, evenals veldwachter Krom, die gelukkig wat minder aan de deur kwam. En dat gold ook voor agent Baart. De sterke arm kon altijd een beroep doen op de Limmer Burgerwacht, een gewapende groep burgers die oefende op de schietbaan aan de Hoge Weg. Zo werkte geestelijkheid en burgerij samen aan de opbouw van een ordelijke samenleving. Meester Bruske nam de jongens voor zijn rekening. Voor de meisjes werd de Mariaschool gebouwd. Zij werden geleid door de wat zachtere handen der nonnen. De gemeente Limmen werd 38 jaar geleid door burgemeester Nieuwenhuizen. Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1937 werd hij uitgebreid gehuldigd door de bevolking. Het hele dorp kwam in beweging. Het feest begon 's morgens om 9 uur met een intocht in open landouwers, waarin werd plaatsgenomen door de burgemeester, zijn vrouw, zijn familieleden, de wethouders, notabelen en vele anderen. De veldwachter sloot de stoet. Na een toespraak en de overhandiging van de bloemen ging de optocht met versierde fietsen, de harmonie en de veldwachter richting parochiehuis. Daar feliciteerde de heer Mok de burgervader namens het onderwijzend personeel en vooral namens de kinderen.
Als herinneringsgeschenk werd hem door de gemeente een bank aangeboden, die feestelijk werd onthuld en uitgeprobeerd. Dat zat wel goed. Op de receptie was de gehele bevolking uitgenodigd. Aanvankelijk werd daar schoorvoetend gehoor aan gegeven. Maar toen bekend werd dat er erewijn werd geschonken, kwam er wat meer beweging. Het défilé dat hierna volgde was een staalkaart van het Limmer verenigingsleven. Verkenners, oranje-wit, door oefening vooruit, de Maria-congregatie, de Martha-vereniging en, waar iedereen naar uitkeek, weg met de alcohol. Wie den jeugd lief heeft, haat den alcohol. En natuurlijk de veldwachter. De burgemeester kon trots zijn op zijn dorp met de rustieke plekjes, schilderachtige huisjes en fraaie doorkijkjes die voor zichzelf spreken. De Limmer ondernemingsgeest manifesteerde zich in de zuivelfabriek De Vereniging, manufacturenwinkel van Engel Pepping, bakkerij Weijers, De Grosco, kruideniersbedrijf van de weduwe Bos Mooi op de hoek van de Zuidkerkelaan en de Rijksweg, bakkerij Sasse, varkensslagerij Snel, fietsenhandel Jan van der Eng, schoenwinkel Niek Pauw met schoenmakerij,
Weijers, die van levensmiddelen overstapte op een cafetaria. De firma Koper, boodschappen aan huis, nog voor de SRV. De horeca was goed vertegenwoordigd. Café Zomervreugde, voor een rustig zitje, maar ook voor al uw bruiloften en partijen. Café Rood. Het Wapen van Limmen. Hotel Café Centrum, later bekend onder de naam Friesland. Met de komst van de auto kwam ook in Limmen de benzinepomp in beeld. Voor Jan Cornelissen en Hendrik Metselaar, met hun ene pk, hoefde dat niet zo nodig. Wel voor de Limmer Brandweer, die zich een nieuwe auto aanschafte. Een plaatje. Timmerman Valkering hield het liever bij zijn bakfiets. Maar de firma Winder speelde toen al in op de vooruitgang der techniek, evenals smederij Maus, die zijn bedrijf omdoopte in een elektrische hoef-, grof- en kachelsmederij. Driessen hield het bij aluminium plaatwerk en hij draaide goed. Zijn bedrijf nam een grote vlucht. Er kwam welvaart in Limmen. Men kocht brommers of een auto. Arie Krom zorgde voor benzine, maar hield het zelf bij de fiets. Die welvaart was mede te danken aan de bloembollencultuur, waarin heel wat mannen en ook vrouwen hun boterham verdienden. Het ging de kwekers goed. Een aantal bollebozen zat stevig in het zadel. De middenstanders lieten zich niet kennen. Zij poseerden vermomd voor hun marktkraampjes. Ondertussen vermaakten oud en jong zich eens per jaar met katknuffelen. Ter gelegenheid van de kermis. De jaarlijkse wielerronde voltrok zich onder het toeziend oog van de EHBO en de veldwachter. En niet te vergeten de echte kenners. Op Koninginnedag was het de beurt aan de fanfare om een rondje door het dorp te maken, gevolgd door een feestelijke kinderschaar.
Vele Limmers zetten zich in voor het welslagen van de bloemendagen. Daar mogen de bezoekers best even bij stilstaan, om daarna weer volop te genieten van de bloemenpracht. In een eerder verleden werden de bloemendagen opgeluisterd door versierde voertuigen. Om de bloemendagen een koninklijk sfeertje te geven, wordt ieder jaar een bloemenkoningin gekozen. Samen met haar hofdames vormde zij een innemend gezelschap. Behalve de bloemenkoningin wordt ook Sinterklaas met vreugde onthaald. Limme heeft toch altijd al goed voor zijn bejaarden gezorgd.
Arie Krom houdt het hier nog steeds bij zijn fiets. Het viel de gemeenteambtenaren van Limmen niet moeilijk voor deze foto even de toneelvereniging bezorgde veel Limmers een genoeglijk avondje. In Limmen werd zelfs een motorclub opgericht. Gezien de populariteit van dit vervoersmiddel, niet zo verwonderlijk. Sterritten en puzzelritten behoorden tot de belangrijkste activiteiten. Om aan races mee te kunnen doen, moest er wel even aan de fiets gesleuteld worden om met de eer te gaan strijken. Van de coureur wordt wel de nodige behendigheid gevraagd, zeker als hij de openbare weg verlaat. De meeste Limmers kozen in deze barre omstandigheden voor de schaats. Met z'n tweeën of individueel. Op hun lange tochten door het winterslandschap. Wij hebben u meegenomen op een tochtje door het verleden van Limmen. Een dorp dat dit jaar zijn 1250-jarig bestaan feestelijk viert.